Vandaag zijn we bij een heel indrukwekkend bouwwerk, namelijk de Oosterscheldekering. De Oosterscheldekering in de provincie Zeeland is een van de grootste waterbouwkundige bouwwerken ter wereld. Het bouwwerk zorgt ervoor dat bij stormvloed het water buiten blijft. Maar bij mooi weer worden de schuiven omhoog gehaald, zodat het water er wel doorheen kan. En dat is uniek. De Oosterscheldekering is namelijk ontworpen voor zowel de veiligheid van het land als het behoud van het unieke ecosysteem van de Oosterschelde. Er moest een balans gevonden worden tussen bescherming tegen overstromingen en het behoud van het milieu. Door de schuiven open te zetten kan er gewoon zout zeewater binnenstromen. Het behoud van de getijden is van groot ecologisch belang. Door de getijden blijft het water in beweging, wat essentieel is voor de gezondheid van het ecosysteem. Het zorgt ervoor dat voedingsstoffen worden verspreid, wat gunstig is voor de diversiteit van planten en dieren in de Oosterschelde. Maar waarom moest de Oosterscheldekering hier eigenlijk komen? In de nasleep van de watersnoodramp in 1953, waarbij grote delen van Zeeland onder water kwamen te staan, besloot Nederland dat er drastische maatregelen nodig waren om het land te beschermen tegen de zee. De deltawerken werden geboren en de Oosterscheldekering is daar een indrukwekkend resultaat van. Hier sta ik dan, te midden van deze gigantische pijlers. Het is moeilijk voor te stellen dat dit alles is gebouwd om het water buiten te houden. Het bouwen van de Oosterscheldekering was een enorm project dat in verschillende fases verliep. Allereerst werden er dammen aangelegd om delen van de Oosterschelde af te sluiten, waarna het bouwgebied werd drooggelegd om op de bodem te kunnen werken. De pijlers werden op locatie gebouwd, vaak met behulp van caissons, enorme betonnen constructies die in delen werden afgezonken en op hun plaats werden gepositioneerd. De beweegbare schuiven, die cruciaal zijn voor de controle van het water, werden eveneens op locatie gefabriceerd en geïnstalleerd. Reusachtige hoeveelheden beton worden verwerkt in de pijlers, waarvan de grootste een gewicht krijgen van 18.000 ton. Als er beton gestort wordt, dan gaat dit meestal aan één stuk door, waardoor er dan ook 's nachts gewerkt wordt. De omvang van de bijna 40 meter hoge pijlers kan misschien het best worden afgemeten aan de minuscuul lijkende auto's in de put. In totaal werken zo'n 12 à 1300 man aan het gigantische project, waarvan de realisering nog zeker 5 jaar zal vergen. En dan kan de doorlaatdam, die bij storm met schuiven wordt afgesloten, in 1986 gereed zijn. Een waterstaatkundig werk zonder weerga. Een ingewikkeld proces dus. Maar wij Nederlanders kunnen dat. Ze zeggen niet voor niks, God created the earth, but the Dutch created the Netherlands. En we staan niet stil. Met een stijgende zeespiegel moet er gewerkt blijven worden aan nieuwe innovaties om de keringen effectiever te laten werken. En zo zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. En zo blijft Nederland voorop lopen op het gebied van watermanagement. Vond je dit een interessante video? Abonneer je dan op dit kanaal. Is er nou een bouwwerk wat je zelf graag terug zou willen zien in deze serie? Laat het dan weten in de reacties. Yeah!